40 Oekraïners in de rank. Herdenking Bevrijding Barlo. Stoomhoutzagerij heeft nieuwe ketel nodig. Welkom beste kijkers bij het regiojournaal van week 14. We hopen dat de onderwerpen u aanspreken. We beginnen het journaal in Aalten, waar men dromen heeft en wel groene dromen. Aan de Bredevoortse straatweg wordt namelijk een voedselbos ontworpen. De eerste bomen staan al in de voormalige paardenwei. De bedoeling is dat het eerste deel van het voedselbos in het najaar geplant gaat worden. Dat zijn dan notenbomen, fruitbomen, bessenstruiken, kruiden, aardbeien en knolgewassen. Er is een jaar of 6-7 nodig om een flinke oogst uit het voedselbos te krijgen. Ellen Tuin is de grondlegger van dit voedselbos. Zij is ervan overtuigd dat bodem, planten, struiken en bomen samen op den duur een ecosysteem vormen dat zichzelf in stand houdt. Ze is zeer milieubewust geworden en vindt dat de mens de natuur misbruikt. Op Facebook kreeg ze veel positieve reacties en 2 geïnteresseerden sloten zich bij haar aan. Inmiddels is er een coöperatie en een stichting Groene Dromen opgericht. Aan de inrichting van het voedselbos wordt nog gewerkt en daarom zijn er diverse bijeenkomsten gepland. De opbrengst van het voedselbos is in eerste instantie voor de vrijwilligers van het voedselbos. Het bos is ongeveer 7000 vierkante meter groot en is redelijk klein. Het dient ook als voorbeeld voor andere locaties die in de toekomst opgezet worden. Ons volgende onderwerp komt uit Groenlo. Hier wordt een vluchtelingenopvang voor Oekraïners geregeld in de oude verpleegstersflat De Rank. Deze flat staat bij de Molenberg en wordt beheerd door de zorgcombinatie Marga Klompé. Na positieve gesprekken van de gemeente met de zorgcombinatie Marga Klompé is besloten dat er 80 Oekraïners gehuisvest kunnen worden. De Rank is de laatste jaren gebruikt als kantoorruimte en staat nu leeg. De Rank zal de komende tijd als woonruimte geschikt worden gemaakt en men denkt hiermee half mei klaar te zijn. De 65 vluchtelingen die nu bij Marveld ondergebracht zijn, kunnen in principe in de Rank gaan wonen. In mei wordt er nog een bijeenkomst met de buurt en bewoners georganiseerd, zodat men daar nog vragen kan stellen. Op dit moment is de Rank de enige grootschalige plek voor de opvang. Voor het volgende onderwerp verhuizen we naar Winterswijk. In deze plaats zijn pas geleden 2 platenzaken geopend. Zo wordt Winterswijk ook wel het vinylmekka van de Achterhoek genoemd. Wim's Muziekkelder in de Ratumse Straat is sinds 1 maart open en 16 maart is Bas Vinyl in de Meadowse Straat geopend. Verzamelaar Bas Horstman uit Lievelde is een nieuwkomer. Vanaf zijn 16e verzamelt hij al platen. Vorig jaar kocht hij nog een collectie van 5000 platen. De platen komen allemaal in de winkel met een vaste prijs erop en in een plastic hoes. In de toekomst is hij ook nog van plan om cd's te gaan verkopen. We staan hier in Winterswijk. We staan hier in een prachtige nieuwe platenzaak van Bas Horstman. Ja. Bas, hoe ben je op het idee gekomen om hier te starten? Nou, ik wilde eigenlijk al... ik denk een jaar of 10 denk ik wel, heb ik een droom gehad om een platenwinkel te starten. En ik dacht, Winterswijk is een perfecte stad ervoor. Want ja, er komen veel toeristen ook op af, veel Duitsers. Ja, en het is een wat grotere stad in de omgeving. Ja, heb ik gedacht, ik ga het gewoon doen. Ik begin in Winterswijk een platenwinkel. Ja. En je zegt al, vinyl komt eigenlijk van vroeger. Toen kwam de cd, tegenwoordig de MP4. Ja. Maar we gaan weer terug naar vinyl. Ja, hoe is klopt. Dat? Ja, nou ja, kijk, hoe komt dat zo, hè, zou je denken? Want iedereen is op een gegeven moment overgegaan naar de cd's. Ik hoor ook veel mensen in de winkel die hier komen, die hebben eigenlijk al hun vinyl weggekieperd of naar de kringloop gebracht. Ja, ze hebben het niet meer. En ze komen nu weer terug om hun verzameling weer op te bouwen eigenlijk, om weer opnieuw te beginnen. En ook veel jonge lui die kopen weer vinyl. Dus echt jongeren van 15, 16, 17, 18. Die kopen ook weer platen, ook wel gewoon Bob Dylan of Neil Young,
Beatles, maar ook nieuw vinyl. Hè. Ik heb daar ook een krat met nieuwe platen staan. Ja, dus dan moet je denken aan Harry Styles of de nieuwe Red Hot Chili Peppers. Dat soort dingen. Ja, waarom is dat zo? Ik denk dat mensen graag weer terug willen naar ja, iets vasthouden. Kijk, je kan een lijstje aanzetten op je telefoon. Ja, dan die muziek die verdwijnt eigenlijk een beetje. Als je een plaat opzet, ja, dan luister je het hele album. Je begint bij het begin en je luistert elk nummer af. Je moet hem weer omdraaien. Het ziet er mooi uit. Het geluid is ook mooier, vind ik. En dat zijn velen met mij eens. Dus ik denk dat dat ook wel de reden is dat mensen graag weer ja, iets vast willen houden eigenlijk ook. Ja, denk ik. Ja, en ja, we hebben eigenlijk al gezegd, Winterswijk wordt het nieuwe vinyl mekka. Maar je bent helaas niet de enige. Je hebt een collega erbij gekregen. Zeker, zeker, ja. Maar ik begrijp dat de verstandhouding goed is. Zeker, wij hebben met elkaar een keer kop koffie gedronken. En hebben ook wel gezegd, ja weet je, we kunnen elkaar ook sterker maken. Want ik ging vroeger zelf ging ik altijd naar Deventer. Want daar zitten 4 platenwinkels. Nu is het volgens mij 5, maar dat weet ik, moet ik even... Maar er zijn in ieder geval 4. Ja, goed. Ik ben zelf ook een vinylverzamelaar. Nou, ik ging dan vaak naar Deventer, want ik wist, daar zitten 4 winkels. Dus het is een eindje rijden. Maar daar heb je er dan ook voor over. Vinylverzamelaars zijn ook wel mensen die... Ja, die gaan dan op zoek naar vinyl. Ja, als er dan 2 winkels zijn... Hé, hey, dan ga je nog een keer extra naar Winterswijk. Ik bedoel, zo werkt het. Dus ik denk dat het elkaar ook sterker kan maken. Nou, dat is in ieder geval hartstikke mooi. En hoe kom je dan aan de nieuwe aanwas? Hoe kom je aan de oude platen? Hoe kom je er nog aan? Nou, ik had zelf een hele grote verzameling. Daar heb ik de helft ongeveer doe ik daarvan weg. En verder koop ik dingen op. Dus ik koop partijtjes op of een collectie koop ik op. Dus als mensen nog wat hebben op zolder staan, ja, kom rustig hier langs. En, of ik kom even bij jou kijken, bel me op of e-mail mij. En ja, dan kom ik zo langs en dan taxeer ik eerst de collectie. Nou, dan doe ik er een bod op. Dus, en zo kom ik een beetje aan de plaat eigenlijk, ja. Wim's Friese van Wim's Muziekkelder doet het al een tijdje. De 2 muziekzaken zien elkaar niet als concurrenten. Ze zien dat ze elkaar aanvullen wat aanbod betreft. Voor platenverzamelaars is Winterswijk een interessante plaats geworden. Na 3 jaar van voorbereiding, waarvan 2 jaar tevergeefs vanwege de coronaperikelen, staat het nu toch echt te gebeuren. Het aftellen is begonnen voor al die 150 vrijwilligers die eraan meewerkten. 3 keer werd het opgestart, werden de puntjes opnieuw op de i gezet, de accu opnieuw opgeladen en agenda's vrijgemaakt. Maar allen zonder te morren en goed van zin. Alles voor dat ene doel, namelijk 3 wervelende uitvoeringen van de megaproductie Spiegelingen. Op 7 en 8 mei in de Hamelandhal te Lichtenvoorde. Heren, goedemorgen. 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 We staan hier toch wel op een plaats die verband houdt met hetgene waar jullie heel druk mee zijn, namelijk Spiegelingen. Sander, wat kun je daar in het kort van vertellen? Spiegelingen is een project dat zijn we al, ik heb straks thuis even nagekeken, zijn we al in begin 2019 mee begonnen om te gaan kijken wat we kunnen realiseren. Het is een bevrijdingstheater. En ook eigenlijk een totaaltheater met allerlei onderdelen, toneel, muziek, dans, videoprojectie, een heel mooi decor denk ik straks. Dus het wordt een heel mooi spektakel. Oké, en Herman ter Haar, mede-organisator uiteraard en ook voor de pers naar buiten toe. Wat kunt u daarbij aanvoelen? Ja, dat Sandra al zegt kan ik alleen maar beamen natuurlijk. Het is een prachtig spektakel. We hebben 3 voorstellingen. Op zaterdag 7 mei hebben we 2. Om 3 uur 's middags en om 19:30 's avonds. En op zondag hebben we nog een derde voorstelling om 3 uur 's middags. Ja, en dus 3 voorstellingen. Maar eigenlijk zouden die voorstellingen al enkele jaren geleden moeten doen. Maar door omstandigheden is dat dus toen niet doorgegaan. Klopt, ja. Iedereen is wel op de proef gesteld door corona. Maar in het begin van dit jaar hebben we besloten om weer met volle overgave aan de slag te gaan. En je ziet dat alles nu op zijn plek begint te vallen. En we zijn er helemaal klaar voor op 7 mei. En alle vrijwilligers, Sander, die zich toen aangemeld hebben, die doen nu dus ook weer mee? Nou, bijna allemaal. Sommigen hebben zich toch moeten afmelden omdat ze misschien nu niet meer konden. Maar ja, het grote deel doet nog steeds mee. En we hebben zo'n 150 vrijwilligers die zorgen dat het een heel mooi project gaat worden. Dus dat is nogal een aardig aantal. Ja, en omdat het vandaag 2 april is en gisteren was het 1 april... Ja. Maar dat is in de volksmond is dat een grappendag. Maar dat was enige tijd geleden, in 1945, geen grappendag voor onze Oost-Achterhoek. Alleen een heel blije dag. Want wat gebeurde er toen?
Nou, 31 maart om precies te zijn, toen is Oostgelre bevrijd. Toen, toen werden we bevrijd van de juk van de Duitse bezetter. Ja, en er was onder andere Oost-Gelderland, Winterswijk als eerste in verband met de tankslag in het Wold. En daarna rukte ze op, ook richting zelf die kant op. Ja, klopt helemaal. Het goed geïnformeerd, denk ik. Sander, bent u erg betrokken? In die zin bedoel ik, heb u ervaringen van familieleden die in de oorlog iets meegemaakt hebben? Of hebben u het alleen van overlevering van uw ouders onder andere? Klein beetje van overlevering van mijn ouders. Mijn ouders hebben de oorlog nog wel meegemaakt als klein kind. En op school heb ik ook wel eens verhalen gehad van verzetstrijders, ook uit deze regio. Die gingen dan aan leerlingen ook verhalen vertellen, ook hoe ze hier ondergedoken zaten en dergelijke. Dus in die zin heb ik het ook meegekregen. Dus voor mij is het nog altijd een belangrijk thema. Ja, dezelfde vraag geldt natuurlijk ook voor Herman, want Ter Haar is toch een hele bekende naam in verzetskringen. En na de oorlog natuurlijk van in Lichtenvoorde. Ja, klopt. Mijn opa was, Benno van Ter Haar was in die tijd gemeenteveldwachter. En mijn oom, piloot Joep. Joep de Haan was ook heel actief in het verzet. Dus in die zin heb ik van jongs af aan meegemaakt dat de oorlog een belangrijke rol speelde in onze familie. Dus u hoorde toen die verhalen ook al van huis uit natuurlijk en veel. Jazeker, en dat was ook de aanleiding om te gaan deelnemen in het bestuur van Stichting 4 en 5 mei. Toen dat dreigde tot een eindje te komen. Ja, wat Lichtenvoorde stond bekend als Klein Engeland. En een prachtig iets natuurlijk toen de tijd, alleen een hele slechte tijd van Nederland, maar dat er toch een hele hoop Nederlanders waren. Goede waardelanders zoals ze toen zeiden en nu nog, die toch heel veel voor de bevrijding en mede aan de bevrijding hebben meegeholpen door informatie te verstrekken. Onder andere dus oom Joep en Benna te raar. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en zal het ook nooit zijn. In Spiegelingen wordt teruggekeken op de eigen geschiedenis van Oost-Gelre. Spiegelingen is een stukje fraaie meeleef- en beleeftheater. Kaarten voor de voorstelling zijn te koop in alle kernen van de gemeente Oost-Gelre. De maand april is in de Achterhoek onlosmakelijk verbonden met het herdenken van de bevrijding in 1945 door de geallieerden. De Tweede Wereldoorlog werd daarmee hier beëindigd. Op diverse plaatsen vinden herdenkingen plaats. Zo ook in het buurtschap Barlo in de gemeente Aalten. Op 30 maart 2020 was het 75 jaar geleden dat bij de bevrijding van Barlo een brandbom op de schuilplaats viel van de familie Nijhoff, aan de Nijhoffsweg. Hierbij kwamen 5 kinderen uit het gezin Wenink en het echtpaar Elfors evacuees uit Den Haag om het leven. Op zaterdag 2 april 2022 werd het herdacht dat Barlo 77 jaar geleden werd bevrijd bij het herdenkingsmonument aan de Nijhoffsweg in Barlo. Vanaf 2 uur was er een inloop en ontvangst bij het buurtcentrum Groot-Dunk. Hierna werd voorafgegaan door de christelijke muziekvereniging Excelsior uit Barlo gezamenlijk naar het monument gelopen. Daar hingen de nationale vlaggen van Nederland en Oekraïne. Dit om ook in gedachten te zijn bij de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Er werden bloemen gelegd en na 2 minuten stilte werd het Wilhelmus gespeeld. Door de burgemeester van Aalten, de heer Stapelkamp, werd een toespraak gehouden. Dames en heren, we staan hier op een koude aprilmiddag ter herdenking van de slachtoffers van die laatste bommen die hier vielen. Onbegrijpelijk leed dat hier onschuldige mensen is aangedaan. Het echtpaar Elfers uit Den Haag en 5 kinderen van het onderwijzersgezin Wenink. Door leden van de familie Wenink werd gezongen bij het monument. Na het spelen van Psalm 73 werd door Excelsior het pre voor Oekraïne gespeeld. Na de ceremonie werd gezamenlijk teruggelopen naar Groot-Dunk. Daar was tevens een kleine expositie van verschillende items uit het Oorlogsmuseum van Rien Koskamp. De vrijheid werd gevierd met een gezellig samenzijn en vonden hernieuwde kennismakingen plaats met oude buurtbewoners. Het geheel werd mede omlijst met een muziekcombo. In Groenlo staat het museum Stoomhoutzagerij in de belangstelling. Het museum heeft een nieuwe stoomketel nodig. De oude moet vervangen worden. De nieuwe stoomketel kost 290.000 euro
En dat is voor een museum veel geld. Gelukkig heeft de vereniging veel financiële steun gekregen van verschillende instanties en instellingen. Toch blijft er nog een bedrag van 90.000 euro nodig te zijn om een nieuwe ketel aan te schaffen. Bovendien heeft men ontdekt dat de schoorsteen scheuren vertoont. Zo moet die ook gerepareerd worden. Nu heeft de vereniging de Goolse bevolking opgeroepen om het museum financieel te steunen. Willy Vaas staat hier voor mij, voornamelijk vrijwilliger bij de firma Nahuis, Houtstrom, houtzagerij. Ja. Willy, waar zijn we hier echt? We zijn hier op de stoomhoutzagerij. En vroeger als zagerij begonnen, in 1850 al. Toen zaagden ze alles nog met de hand. Maar in het begin van de 19e eeuw werd alles geïndustrialiseerd. En toen werd deze zagerij ook gemechaniseerd middels een stoommachine. Die de twee zaagmachines die wij hier binnen hebben staan, kan aandrijven. En sinds die tijd werd er dus met stoom gezaagd voor de industrie en voor met name ook de mijnbouw in Duitsland, heel veel gezaagd. Maar helaas was het de stoomhoutzagerij geen lang leven beschoren. Dus in 1977 kwam er een eind aan de professionele zagerij en werd de grond verkocht aan de gemeente. En die heeft hierachter een woonwijk opgericht. Maar de gebouwen bleven gelukkig staan. En toen hebben een hele groep vrijwilligers contact opgenomen met het ministerie van Cultuur. En die hebben toen een bedrag beschikbaar gesteld om het hele geval te restaureren. Dat is toen in 1994 gebeurd. En sinds die tijd is het een museum. En is de stoommachine weer in gebruik genomen als demonstratie voor het zagen van balken en planken voor demonstratie, zeg maar, niet voor professie. Willy, ik zie dat we hier bij de ketel staan. Hè? Hier Klopt. Is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Ja. Normaal zien we wat moois, maar hij is eigenlijk helemaal al ontmanteld. Ja, dit is ons probleem. Dit is het groot probleem. Ja. Kunt u ons wat vertellen over de ketel? Wat zien we hier eigenlijk? Nou, je ziet inderdaad dat hij al gedeeltelijk ontmanteld is. En dat komt omdat het keuringsinstituut van het stoomwezen ons opdroeg om de ketel te laten keuren. En zij wilden graag dat een aantal klinknagels uit die ketel geboord zouden worden om te kijken of daar ook haarscheurtjes in zitten. Daarvoor moest het dek eraf. Dat was helemaal ingepakt met zand ter isolatie. En tot overmaat van ramp ontdekten we ook nog dat er een beetje asbest in zat. Maar goed, dat hebben we allemaal schoon op kunnen ruimen. Maar gaandeweg hadden we in de gaten dat de keuring zo duur zou worden, dat we ons afvroegen, stel dat de keuring afgekeurd wordt. Dan hebben we een groot probleem, dan moeten we alsnog een nieuwe ketel aanschaffen. En dan zijn we de keuringsgeld kwijt. Het kan ook zijn dat die wordt goedgekeurd. Maar ja, voor hoe lang? Voor 5, 10, 20, 30 jaar? En dan wordt die alsnog weer afgekeurd. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, dat moeten we niet meer doen. We gaan die ketel niet lichten. Als die wordt gelicht, wordt die hiernaast gelegd als cultureel erfgoed. En we gaan de kosten nu investeren in een nieuwe ketel. Ja, hier voor mij staat Wim de Ridder. Wim de Ridder ook vrijwilliger bij de stoomzagerij. Nee, ik ben bestuurslid. U bent bestuurslid zelfs bij de stoomzagerij. Ja. Wim, we hebben hier al door het gebouw ingelopen. We hebben al een stukje ketel gezien. Maar waar staan we hier? We staan nu in de machinekamer van Nahuis. Ach zo, en wat gebeurt hier normaal gesproken? Hier wordt de energie overgezet in de aandrijving? Ja, dat is goed. We hebben daar heb je daar die stoomleiding lopen, omdat die ketel nou uit bedrijf is, al 4 jaar lang. En die stoom die verdwijnt hier zo in die stoommachine. Als je zelfs zo meteen. Ja. En dat is eigenlijk, want het is hier eigenlijk een beetje te stil hier, begrijp ik. Ja, uiteraard. Die stoommachine werkt nou niet. Dus normaal, als hij in werking is, dan is het een genot om naar te horen natuurlijk. Dat bonken en dat sissen en dat aandrijven van die stoommachine. Dus dat is heel jammer.
En hoe lang is het geleden dat deze machine... Ongeveer 4 jaar. 4 jaar? Ja. Dus het wordt echt een keer tijd dat deze machine... Uiteraard. En ik begrijp dus in feite dat, dat deze hele actie bedoeld is om wat meer... Nog een kleine laatste stukje sponsoring bij elkaar te krijgen. Ja, dat staat op onze website ook. We komen ongeveer aan 90.000 euro tekort. En dat proberen we met deze actie een beetje bij elkaar te schrapen. Juist, ja. En wat zou jullie plan zijn? Hoe lang denken we, wanneer denken we dat we hier weer terecht kunnen met een bult lawaai en gesis? Nou, ik ben al met de voorzitter naar Storkheen geweest om ongeveer een begroting te maken over die ketel. En die ziet er heel aantrekkelijk uit. En sla je me dood wanneer wij in het bedrijf komen. Ik zou het echt niet weten. Maar ik hoop zo snel mogelijk natuurlijk. We hebben toch goede sprongen gemaakt, ook bij de provincie. En daar zijn we zeer erkentelijk voor natuurlijk. Voor mij staat Gerard Steveling, voorzitter van de firma Nahuis, zoals ik hier haast mag zeggen. Gerard, we zijn hier al de hele zagerij doorgegaan. En we merken dat jullie met z'n allen bezig zijn met een grote actie. Want ik begrijp dat nog niet alles helemaal rond is. Dat klopt. Wij hebben nog een behoorlijk bedrag nodig om onze restauratie en van de schoorsteen en de reparatie, vervanging van de stoomketel rond te krijgen. We hebben ongeveer 3 ton nodig en we missen nog een behoorlijk bedrag. En dat bedrag hopen we via acties bij bedrijven en ook particulieren rond te krijgen. We zijn bij bedrijven langs geweest en dat is een behoorlijk succes geworden. Maar we komen nog steeds een fors bedrag tekort. En we weten dat er ook wel particulieren zijn die graag een keer wat willen geven. En dat kan. En daar hopen we op. Ieder die het museum een warm hart toedraagt, kan een gift doen. Zo hoopt men het resterende bedrag dat nodig is bij elkaar te krijgen. Informatie kunt u krijgen bij Willy Vaags. Telefoon 0655-965438. Beste kijkers, dit was dan het journaal van week 14. Tot de volgende keer.